Hier op de beurs staan ongeveer een 25 à 30-tal e-bike producenten. En we hebben prijzen gezien van 2, 3, 4, 4.500 euro. Hoe is dit mogelijk? Deze fiets is nog geen 1000 euro. E-bike. Want daar waren we met de BOVAG van gepraat. Ja. En dat is de kernvraag die je moet stellen. Wat ga je met de fiets doen? Als ze ervoor gaat kiezen om alleen maar boodschappen te doen, waarom zou ze voor een 3000 euro een e-bike moeten kopen? Het heeft een LCD-scherm. Het heeft een voormotor. Het heeft een accu. En de rest is het gewoon een normale fietsje. En de mooiste is wat wij nog ook fatsoen hebben in deze fietsje. Nou, dat heb ik ook nog niet eerder gezien. Gewoon een remlicht. Ja, remlicht. Wij doen een fiets-e-bike en niet een e-bike fiets. Dus de mensen willen het gevoel hebben dat jij een fiets koopt en niet een e-bike. Ik ga eerst fietsen als een gewone normale fiets. Juist. Dan, als ik me comfortabel voel, kan ik hiermee omhoog naar 1 of 2 en dan krijg ik een beetje ondersteuning. Inderdaad. Oh ja! Haha! Dat is niet te geloven. Het is dus echt het gevoel alsof je op een gewoon normale fiets zit, waar je af en toe een beetje bij pompt. Nog geen 1000 euro, ik kan niet geloven. Wauw.